Combinaties, heel mooi, heel mooi. En de kans voor Belova, doelpunt. Belova kan gaan uithalen, doet dat in de verre hoek en schiet meteen raak. Kijk eens, dit is een hele mooie Victoria Belova. Daar is de aansluiting met Victoria Belova en die scoort 3-0. Ja, Vic, dit was het dan. Je gaat Ajax verlaten. Hoe voelt dat? Ja, moeilijk, maar ook weer natuurlijk iets leuks. Maar wel vooral moeilijk hoor. Maar nu besef ik het nog niet, maar ik denk als ik dan in het vliegtuig stap, dat ik dan, misschien komen de traantjes dan. Kun je uitleggen hoe deze transfer tot stand is gekomen? Nou, voor mij is het echt mijn droomclub, dus ik hoopte eigenlijk al dat ze al, ja, ik hoopte al heel lang dat zij voor mij kwamen, maar ja, ze zijn na de wedstrijd tegen, dat we twee keer tegen Arsenal speelden, zijn ze, ja, hadden ze contact met me opgenomen en uiteindelijk, ja, toen dacht ik, nee, dat ga ik echt niet doen hoor. Ik ga echt niet mijn clubje Ajax verlaten. Ging ik een beetje de voordelen en nadelen opschrijven, maar het stond vooral in mijn vrienden achterlaten en mijn club achterlaten en ja, gewoon mijn comfortzone. En ja, ja, waarom zou ik eigenlijk niet gaan? Dus. En wat was dan het grootste voordeel? Waarom kies je dan toch voor Arsenal? Ja, Premier League, daar wilde ik altijd in spelen en het lijkt me ook heel vet in Londen te wonen. Champions League, ja, alles erop en eraan. Maar hoe gaat het met je Engels? Yes, really good. Goed zo, goed zo. Hebben ze Viviane Miedema nog ingezet om je te overtuigen? Ja, nou, niet echt overtuigen, maar die heeft me wel heel even geappt. Wat zei ze? Nou, ik had me voordelen en nadelen gestuurd over vrienden en zo. Dus zei ze, nou, hier krijg je ook vrienden. Dus dat soort dingen. En dat verhuizen, dat ik dat niet als een nadeel moet zien, maar gewoon als iets leuks. Toen de transfer naar Arsenal definitief was, moest ze het aan haar teamgenoten vertellen. En daar zag ze best tegenop. Ik was het zenuwachtigst voor Sherida. Ik was echt aan het trillen. En ik zei ook tegen Mart, jij gaat mee. maar die reageerde zo leuk en daar was ik echt zo blij mee. En de trainers reageerden ook heel leuk en die waren alleen maar trots. En Daphne was ook alleen maar trots. De transfer betekent dat Belova haar beste vriendin en Münsterman Verhoeven, Tromp en Bakker zal moeten achterlaten. Ja, ik vind dat wel heel lastig. Ja, heel moeilijk. En gewoon dat ik ze niet meer echt kan steunen voor mijn gevoel. Maar ja, uiteindelijk moeten zij hebben zij hun eigen carrière. En ik die van mij, en dat begrijpen we allemaal. Alleen, dat vond ik wel echt het lastigste. En ik denk ook dat bijna mij heeft weerhouden om weer hier te blijven. Maar toch niet. En dan is het heel dubbel, denk ik. Nou, bij Sor vertelde ik het heel random. En toen zei ik gewoon voor de training, hey, zullen we even praten? En toen liepen we naar buiten, zei ik, ik ga weg in de winter. En toen had ze een traantje. Yeah. En Mart die wist het al wel heel snel. En ja, die zei eigenlijk niet wat ik moest doen, snap je? Dus die, yeah. Maar ik had wel het gevoel dat ze vond dat ik moest gaan, maar dat wilde ze niet zeggen. Dus dat was eigenlijk ook schattig. En Ash reageerde, die zei wel gelijk, je moet het echt doen, doe het gewoon. Ja. En Nikita? Nikita die moest ook een die zei heel schattig, oh, je moet mij niet verlaten. Ja. Ik was vroeger al fan van Ajax, dus ik vind het super. Ik wil gewoon een kampioenschap spelen. Belova met de kans, Belova met de toepunt. Jawel. Combinatie is heel mooi, heel mooi. En de kans voor Belova, doelpunt. Daar is de aansluiting met Victoria Belova en die scoort 3-0. Je met Belova, goede schijnbeweging en een schitterende eerste goal van het nieuwe seizoen. Victoria Belova opent de scoren. Belova kan gaan uithalen, doet dat in de verre hoek en schiet meteen raak. En dan is Belova echt al goed genoeg om dat af te maken. 2-0 voor Ajax. Weer wordt Belova helemaal vrijgelaten. Belova zoekt de verre hoek en het is een prachtige goal van Victoria Belova. Een schitterende goal van de Oranje Leeuwin. Kijk eens, dit is een hele mooie Victoria Belova. Belova, doelpunt. Ik ging voor het eerst op mezelf wonen of dan met mijn huisgenoot Caitlin Dijkstra. En ik was wel echt een heel onzeker persoon, ook over voetbal, buiten voetbal. En ja,
durfde nog niet echt mezelf te laten horen in het eerste jaar. Ja, zo kwam ik binnen. Ik ben Victoria Palova. Op deze foto ben ik 10 jaar oud en speel ik in de D1 van Concordia. En hier begon het allemaal. Ik ben begonnen met voetballen toen ik 7 was, in de F'jes. Dus volgens mij ben je dan 6, 7 jaar. En ik was de hele tijd op straat aan het voetballen. Met een van mijn beste vrienden toen. En toen gingen we allebei eigenlijk gewoon naar dezelfde club, naar Concordia. Ja, het is best snel gegaan. Ik ging van Concordia naar ADO. En toen was 5 jaar of zo niet opgeroepen voor Nederlands elftal. En toen werd ik opeens opgeroepen. En het jaar daarna maakte ik mijn debuut bij het A-elftal. En toen ging eigenlijk alles heel snel. Ging het WK mee, ging toen bij Ajax. Maar Ajax is altijd al mijn droomclubje geweest. Ik ben altijd naar Champions League wedstrijden vroeg gegaan. Ik heb ook nog foto's van vroeger met Anouk Hoogendijk. Dus dat is wel leuk. Ja, dat is wel goed dat je die noemt, Anouk Hoogendijk. Want die heeft natuurlijk bij Arsenal gespeeld. Heb je haar gesproken hierover? Nee, ik ken haar eigenlijk niet. Ik heb een keer als fan met haar op de foto gestaan. Maar nee, ik heb niemand echt erover gesproken. Hoe vet vind je het dan dat je nu naar diezelfde club gaat, waar zij dus ook naartoe ging vanuit Ajax? Ja, ook heel vet. Ja. Ja. Had je ooit kunnen dromen of durven hopen dat je toen je nog bij Concordia tussen de jongens speelde, dat dit uiteindelijk jouw stap zou worden, dat je naar Arsenal gaat? Nee, echt niet. Want ik ben bij onder 15 werd ik niet meer opgeroepen bij Nederlands elftal. En toen ging ik gewoon bij de jongens voetballen. En ik dacht eigenlijk nooit meer aan om te voetballen met vrouwen. Ik had nooit meer verwacht dat ik sowieso zou opgeroepen zijn. Er was nog 1 keer een coach gekomen naar mijn wedstrijd, maar die vond dat ik het niet goed deed. Dus opeens ga je naar ADO, ga je met onder 19 EK spelen, ga je het jaar erop met Nederlands elftal weg een WK spelen. En is het 60.000 of zo, of 80.000 waren bij het WK-finale. Ja, dan dat had ik echt nooit verwacht. Echt niet. Ajax wint de Toto KNVB-beker 2021-2022 bij de vrouwen. Sowieso de bekerfinale. Het was ook echt leuk en het was echt super heet. En daar in de bus was echt gezellig. En ik vond het echt in Denemarken zo leuk, die goal van Ashley. Bal wordt weggebokst, dan de omhaal. En het doelpunt, fantastisch. Is het Ashley Bakker? Jawel, geweldig. In de allerlaatste secondes van deze wedstrijd. Maar sowieso, dit half jaar was echt, misschien ook omdat ik bewust was van dat we hier zijn en zo, maar het was zo leuk, het team was zo leuk, echt de jonkies zijn zo leuk, alles klopte, alles was leuk en dat we doorgingen en dat we toen tegen Arsenal speelden. En die 2-2 wedstrijd vond ik ook gewoon echt heel vet. Met wat voor gevoel ga je hierna straks alles achter je laten? Ja, gewoon dat ik een leuke tijd heb gehad en wat ik zei, dit half jaar was echt, ik heb echt elke minuut genoten, zelfs op trainingen. En ik haat meestal trainingen, haat ik vroeger. Maar nu, ik weet niet, ik heb gewoon zo erg genoten, ook in de kleedkamer. Ik was heel erg bewust. En ik ga echt mijn teamgenoten vooral missen.